gaan naar een kasteel. Een kasteel met vol prinsen en prinsessen en draken. Zijn wij prinsessen? Nee, zwijg. Misschien is een bos draak er wel. We zijn nu ons aan het voorstellen hoe we aangevallen werden door kleine, lieve beertjes. Dus, we gaan hier goed nadenken hoe we ons zelf gaan verdedigen tegen de Six. Want we hebben ontdekt dat hij een heel leger heeft. Ja, we hebben dus nu een brug waarmee hij ons de hele brug gebruikt om ons te verdedigen tegen de Six. Eigenlijk is het eerder om inspiratie op te doen voor als wij straks in het huisje zijn. We zijn in de Wii. Wij gaan een kasteel over. Ik ben boos en verdedigd in nacht. Ja, maar dat is om te regelen. Dit is de poort van het kasteel van Graaf Wallock, de Waalse versie van Orlok. Proberen binnen te dringen, maar het is niet zo gemakkelijk, want het bos is gesloten. Die hebben een schat die voor de Mefters heel belangrijk is. Maar daar kunnen we nu nog niet over hebben. Dat is iets voor in de toekomst. Is dat een geheim? Dat is een dronken geheim. Maar weten wij hoe we hier moeten? Nee, ik niet. Jij wel? Nee, dat is een groot probleem, grote problemen. Kijk, het is privé, privaat, maar dat houdt ons niet tegen. Andere kant? Ja. Hallo, ik ben Louis de Boskruiter. Ik bedoel, Louis de Mol. Ik bedoel, de dronken man. En het was heel leuk in Derby. We hebben niet veel gefilmd. Sorry meisjes en jongens, het is precies Crazy Unit again. Maar ik ga nu terug weg, want Derby is goed geweest. Het is laat, het is moe. Dag. Hobbit, kunt. Ik ben maar 3 geworden. Ik ga nu op en romp trekken. 1, 2, 3! Nee! Deze grote. Nee, dit is te gevaarlijk. Te gevaarlijk? Ik kan niet meer steren. Nee! Het haalt! Het houdt niet op! Helder! Waar is Louis nou weer naartoe? Dat is Six Magie. Kaline Pijpen, man. Wat is hij? Plastic is gemaakt. Plastic! Ik ben bang! Je moet je voeten laten staan. Oh man. Oké, nu zijn we. Ik moet echt niet meer zo aan doen. Ik heb die sok ook! Ik heb die sok ook thuis! Nick! Disgusting, hè? Wat is Pink nu weer op de grond? Ik wou dit doen, mij zo. Maar het naar boven gaan. Het jaar. Ik viel door. Je bent echt vallen, basically. De Kalina en ik zijn helemaal crazy. Ja, er zat een fucking oorlog op u. Voor de mensen die niet genoeg water hebben, een flesje is altijd goed. Wat beter is, zwembad. Zwembad is voor de echte watermannen. Hier voel ik me veiliger en levender dan de wereld. Laat me iets vertellen. Water is nog nooit zo belangrijk geweest sinds het begin der tijden van de mensheid. Nee. Dat is te lekker. Jesus Christ. Je zult het misschien niet denken, maar regen is altijd goed geweest voor de mensheid, want regen geeft koud water en drinkbaar water. Laten we ook iets vertellen over 2 verschillende waters. Je hebt zoutwater, levend water en vochtwater. Vochtwater gaan we het nu niet over hebben, dat is voor vrouwen. En nu ga ik even... Ik heb mijn waterman. Ja? Waar zijn we? We zijn hier in de Ardennen. De Ardennen is lekker warm. Eigenlijk vandaag niet zo hard. Maar... De Six improviseert mij. Dat vind ik echt niet leuk. Ik word helemaal niet van jullie. Hou ze op afstand met water. Hou ze op afstand met water. Pas op! Mijn kracht. Dat is veel te ranzig. Dat is veel te
Veel te donker ook. Yes! Yes! Snelle kleren voor morgen, hè? Mijn krachten zijn hier op zijn sterkste, dus daar ben ik hier graag. En weet je wat belangrijk is? De Ardennen is vandaag niet meer zo warm. En dat maakt me bang, boos en verdrietig en een beetje horny. Kalina is mijn aardsvijand. De seksheks, want die heeft het over vruchtwater en vochtwater en vrouwenwater. En dat is niet meiswoudwater. Meiswoudwater is het pure grondwater. De echte kracht van de natuur zit in het pure grondwater. En daar is Kalina tegen, want Kalina die staat voor de mensheid en hun seks en hun voortplanting. Daar heb ik niets tegen. Dit is pure natuur. Heb je begrepen? Pure fucking natuur. Plastic is niet natuur, man. Voortplanting is ook een deel van de natuur. Slechte seks. Nee, seks. Je moet superveel waaien. Kom mee! Kom mee! Waaien! De pimps! Waaien op zijn hart! Hé, Louis, wie was de mol? Dag! We hebben gewaaid! Dat is heel vies. Die skippen ons gewoon. Dat is een Luxemburg. Ja, die hebben ja. Ah, typisch. Next. Into the thick of it. Waar gaan we? Alles. Hallo. De eerste opdracht. Het avontuur is gebroken. We moeten vangen wat we vangen kunnen en boos blijven. Ik wil boos blijven. We gaan naar het kasteel maar in de verte. Dat Buchterkasteel zal gevaarlijk zijn, maar wij zijn slim. Nu moet op de camera met de dingen met Kaya. Kaya gaat foto trekken. Jij ging een foto trekken. En nou word ik een chill. Moet ik een foto maken met jullie? Kalina, je bent gay! Oh. Je bent gay! Kalina, je bent gay. LGBT. Mwah. We kunnen zeggen dat we die auto daar. Have you seen the ghost of Tom? Love me? Who? Ah, eh, ha. Ta ra 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 ta ra ra ta ta ra ta 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 ta. Niet zeggen, niet praten. Slaap dan niet. Ik ben beslist. Stop met te stoppen, wat zeg je? Zee aan de kijkers thuis. Beste jongens en meisjes. Vandaag is de dag dat Louis sterft. Maar daar moet je helemaal geen erg van maken. België heeft al erger meegemaakt. Maar de nieuwe Louis is Kaya. Waar? Louis is gestorven. Louis, als je klaar bent om die tafel te schrijven, maar ik hier dan niet wel. Ben je al gestorven? Lucas, heeft hij iets gegeten op de bos? Ja, die heeft een braambeetje gegeten. Ja, die is gegeten. Louis heeft een braambes gegeten. Louis heeft geen braambes gegeten. En delen doen we niet. Wel. Nu mijn piemel. Lili. Is dat... Wat een man.
Ik heb er maar twee bij. Ik heb er één aan de hand. Maar ik zit echt tussen lachen en huilen in. Dat is precies een klif waar ik vanaf kan vallen, langs elke kant. En ik ben nu in het midden aan het balanceren als Lucas op een stok. Of een struisvogel op Lucas. Louis, je hebt letterlijk net gezegd geen vis eten. Ja. Dat doet hij niet. Het is basically hetzelfde als Bin Laden vermoorden. Wat is dat, Bin Laden pijpen? Nee, zeg. Geen vis eten is basically zelfs Bin Laden vermoorden. Nee, vis eten is zelfs Bin Laden vermoorden. Maar Bin Laden vermoorden is goed. Nee. Wie was toch niet zo lief? Ik ga weer winnen. Elton John is meer geld waard dan jou, Louis. Dat zou ik echt niet doen. Louis, doe even normaal. Doe dat even normaal. Even niet. Even niet straks, hoor. Louis is even in de mood. Straks misschien wel. Ik ben wel in de mood voor suicide, right? Later, maybe. Gaan we? Hey, Louis. Eerst eten en dan zelfmoord. Waar is hij? Hij is geëindigd. Is het geëindigd? Nee, helemaal eindigend. Plat, hè? Balls out. Dat is echt zo zeg, man. Ik ga even voelen of het de balls gaat. Ah, hij heeft oneindigd. Lucas, kom kijken wat ik kan. Nee, dat is niet één. Oh! Dat is aardsteen. Dat was niet de bedoeling. Tienermeisje. Dit is voor de vakantie voor zijn gebied. Dat kan vlog. Vlog. Ik ga alleen in de vlog zitten. We gaan alleen in de vlog zitten. Het eindigt. Bedankt. Bedankt. Onderdanig, Erno. Onderdanig? Wat, daddy of wat? Ja, onderdanig.